Zo. Kom! Kom! Wat voor rassen heb je hier? Dat zijn de vleesrassen, deze hier. En dan vanaf hier beginnen dan eigenlijk de melkkoeien. Wij melken hoofdzakelijk Jersey koeien. En die zijn gekenmerkt dus door een hoog vet- en eiwitgehalte. En door, ook door heel lekkere melk. En omdat wij ook de meeste van ons melk zelf verwerken in desserten, zijn die eigenlijk wel altijd en heel lekker. En ik zie u hier mascarpone vier dragen. Ja. Zeg een keer hoe maakt het. Ja. Dus dan maak ik ook zelf mascarpone. Dat is dan voor zelf tiramisu te maken. Nou, wauw. Zie hoe schoon dat dat eruit ziet. Ik vind hem echt heel lekker. Vooral de textuur. Kijk. Oh, de kalfjes. Voilà. Het is op. Op, alles is op. Barbaratje, ik ben eigenlijk super content dat ik u in mijn streek hier, ik woon hier op echt 10 minuutjes van, dat ik die fantastische mensen en die fantastische producten aan u kan voorstellen. Ja. En zeg jij een ochtendmens, ontbijt? Ja, ik sta op om half 5. Ja, dan is voor dat eerst... Voor de koeienmelk te geven. Eerst 10 koffies en dan zien we wel wat de dag brengt. Het hè? Is al met koffie, hè? For sure. Maar ik ga een ontbijt tiramisu maken. Want allez, Hilde heeft fantastische mascarpone, we hebben die geproefd. En ik dacht, hoe kan ik die het beste integreren in iets dat we eigenlijk al kennen? Dus we gaan een basic havermout maken. 1 potje voor jou, 1 potje voor mij. En dan 4 kopjes melk. Zo makkelijk is het. Is dat nostalgie? Ja, ik ben daar mee groot geworden. De pap kwam mij de strot uit. Maar het blijft lekker ruiken, hè. Ja. Dat is nostalgie, dat is kindertijd. Zeg, zij de meer beginnen koken tijdens de lockdown? Wat heeft dat voor u gedaan? Ik heb verse groentjes, vers vlees laten komen van bij de boeren. Verse kava, allemaal... Ik ben niet naar buiten gegaan. En we hebben echt heel lekker gekookt. En dan job in 1 keer weg? In 1 keer, hè. Ik zou beginnen met de Zillion, hè, die film. Ja. En dat 3 dagen na de officiële lockdown. En boom, dat is zo. Hè. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Dus ik heb een beetje paniekkoorts gehad zelf. Dat ik dacht van... Ben maar, jij nu anders na de lockdown? Ik ben totaal anders. Heb jij... Maar voor mij is Barbara Sarafian... Jij gaat misschien zeggen... Oh nee, shit. Hè. Voor mij is Barbara Sarafian aanrijding in Moskou. Oh nee, als ik die film zag, dan dacht ik echt van... Wat een graaf wijf. Zelf al wist ik dat dat een rol is, hè, dat je speelt. Dus dan hoop je in je kop ergens... Dat je zo bent. Ik ben helemaal zo niet. Tuurlijk, ja, daar zit... Ja, het is mijn lichaam, hè. Ja. En het is mijn stem. Ja, ik ben geen method actor die plots totaal iemand anders wordt. Ik ga naar een hyperrealisme dat die film ook vraagt. Hè. Dat is echt, hè. Dat is van... En voor de Gentenaars, dat is van bij ons, hè. Dat is... Je moet echt zijn, hè. Ja, dat accent ook. Ik vind dat zo mooi, Gent. Ah, het pruttelt. Het de koffie mag erop. Die havermout hebben wij gewoon laten opkoken. En je ziet, die is redelijk stevig. Ja. Dus moest je geen mascarpone doen en gewoon random met melk, dan mag daar nog extra melk bij. Maar wij hebben hier fantastische... Zie je, want voor mij is dat iets... Te slap? Te dik. Te stevig. Ah ja, nee, voor mij is dat goed. Voilà. Gaat jij niks te zeggen? Nee. Drinkt u koffie en zwijgt. En act like a diva. I can't. Bon. Voilà, mascarpone erbij, roer maar. Ja. Het super toffe aan dit recept is dat we daar een cadeautje in steken onderaan. En dat cadeautje, ik zeg dan altijd tegen Grace, hier komt choco op. We gaan gezonde choco maken. Ah, ja. En dan ja, met die havermout daarop en dan straks nog extra cacao. Dat wordt de top. Dus we gaan een keer switchen van plaats. Gezonde choco, dames en heren. Ik heb nog een dochter van 7, dus ik vind dat belangrijk, gezonde voeding. Aan mijn kiddo's, en dat begint ook hier voor mij. Wat is gezonde voeding? Voor mij is dit gezonde voeding. De basis, ja. Basis en ingrediënten dicht van bij u en ingrediënten toekoer. Dus niet, geen mengelingen van alles en nog wat. Heel simpel, notenpasta. Ik neem volledige notenpasta, dus met de pel nog aan, omdat dat meer vezels zijn. Ik vind dat top.
En de smaak is ook top. 2 goede eetlepels. Cacao. Rauwe cacaopoeder met alle antioxidanten. Geen suiker, dus dat is echt het beste van het beste. 2 goede scheppen. Het zijn goede scheppen, ja. Ja. Ik heb hier yacon, dat is zo'n een trage suiker. Of agave of echte honing. Daar mag zo een goede eetlepel bij. En dan een beetje melk. Dus voilà. En dan gaan we al een keer mixen en dat zit eigenlijk. En dat geef ik mee als choco op de boterham voor Grace. Zit dat goed? Of in onze tiramisu. Ja. Kijk. En dat wordt dan eigenlijk een schone, dikke pasta. En je maakt dat zo dik of zo slap dat je wilt. Hè. Maar dit is... En daar mocht je ook... Oh, zo goed. Lekker. Ja, ik ga er een half een dag mee rond. That's why I love you. Ik heb toch een paté. Oké, 2 bordjes. We gaan dresseren. Hè. En die moet jij zeggen, oui, chef. Oui, chef. Die bordjes, 2 bordjes, ja. Zoiets, ja. Dat noemen ze masticeren à la Sarafian. Normaal gezien is dat met een proper serviet. Dus een schone klot chocolade. Dat is het cadeautje, het pakje. Voilà, dat is nu de bedoeling dat dat mooi covered up. Voilà. Dat is toch... Allee, jongen, als je dat 's morgens krijgt... Voilà, koffie erover. Ik heb daar een super tof plekje. Pak maar mee. Ah, dat is een keer traag. Kijk. Het is een naam die kraait. Hij is een beetje laat. Hij is een beetje laat, ja zeg. Tamzaak. Ik wil eigenlijk direct daarin zo. Kijk. Dat is toch top, hè? Lekker, die mascarpone. Ja, ik ga misschien cliché al uitspreken, maar hij verrast ongelooflijk daarin. Let's drink to that. Ik heb verse kava mee. Oh, uit de hof? Toch een beetje Ibiza. Allee, een beetje, hè, want we zijn alle 2 Ibiza-lovers, maar ik ben super blij hier. Ik ook. Maar dat is geen gewoon flesje. Het zijn 3 verschillende wijnrassen, hè, cepages. Het is een, als je het goed leest, een blanc de noir. Dat wil zeggen dat ze witte kava maken met zwarte druiven. En ze oogden het 's nachts om geen oxidatie te hebben. Ook uit 2 verschillende regio's, dat wil zeggen 2 verschillende bodems. En ja, het is gewoon een toppertje. If you love kava. En dat is een beetje Ibiza. Ja. En dat is een beetje Ibiza in het Pajottenland. Ik ga die naam een keer schieten, zie. Oh, jij doet dat zo. Ik wil een kava naar mij noemen. Carafian. Dat gaat zeker verkopen. Ja. Barbara, schat, merci om even met mij mee te zijn op vakantie. Ik zit hier zo graag. En met toffe mensen. Ik heb chance. Ja, ik ben super blij dat ik hier ben. Nog eentje, ja. Ik durf dat niet. Wat? Hoe laat is het? Als je een naam noemt, ik krijg terwijl ik hier drink, kom ik in een probleem te zitten. Dat is de waar. It's kava o'clock. Pas mal du tout. De kenner. Ah ja. Blanc de noir. Het is een speciaalke zoals jij. Lieve Barbara en lieve mensen, het recept vinden jullie natuurlijk op mijn website. En volgende week hebben we de stadspoëet van Brussel, Grootbakkes met een klein hart. Yes, zwangere Guy. Als je niks wil missen, schrijf de win op mijn YouTube-kanaal. Ciao, kus. Hij is mee. De naan is ook mee.